is heerlijk rustig hier. Er loopt nog wat op het dak. Zou het een haantje zijn? Die heeft het wel heel slim bekeken. Die gaat daar gewoon lekker besjes eten. Weer een haan. Een slimme hen. Er zitten hier wat hennen. Om een beetje te relaxen. Er zitten hier wat hennen. Ik wil er een blijkbaar haar ei kwijt. Maar dat kan niet. Want deze zit hier te broeden. Dus apen relaxed. Waar zijn dan al die kleine mannetjes gebleven? 7 hanen had ik in 1 keer over. Veel te veel. Arme hennen. En natuurlijk deze beruchte broers. 4 van de 5 waren haan. Ja. Waar jullie van, hè? Zit je in een hokje? Ze gaan weg. Ik heb iemand gevonden die wil ze hebben. Alle 7. Naar Staphorst gaan ze. Die vindt ze leuk. Nou ja, prima. Keert hier is de rust weer lekker teruggekeerd. Niet de hele tijd over je schouder hoeven kijken of je weer besprongen wordt door zo'n klein baasje. En zelfs de konijnen genieten van de rust. Hè? En jij? Laat jij even weten dat je de baas bent? Is wel de baas, maar hij is nog wel lief. Als hij geen zin heeft, dan doen we het maar niet. Als tegenprestatie heeft de jongen van die hanen gevraagd of ik wat in de eieren wil uitbroeden. Dat heb ik van hem meegekregen. Ze variëren van een dag of 9 tot 1 dag. Dus ik heb de broedmachine weer aangezet, want ik heb op dit moment nog geen broedse hen. In de eieren duren een dag of 28 tot 30. Dus tot die tijd heb ik om een broedse hen te krijgen. En dan leg ik ze dus eerst maar eens in de broedmachine. De temperatuur die zou een graad of 37,5 moeten zijn. Ik zal ze allemaal voorzichtig inleggen. De machine draait automatisch. Als je ooit een broedmachine wil aanschaffen, zorg in ieder geval dat die automatisch draait. Anders moet je elke dag 3 tot 5 keer die eieren omdraaien. Nou, vocht zit erin, ongeveer 40%. En 37,5 graad, dus daar gaan we. Nou, we moeten natuurlijk nu naar een geschikte kandidaat voor die eendeneieren. Zit er hier, ja, het lichtkippie is wel klaar met die kuikens. Die haantjes zijn dus ook weg. En het zal wel weer grappig zijn dat deze dan die eieren uit gaat broeden. Op zich is ze er wel geschikt voor, alleen ze is niet zo groot. Dus ik kijk even of ik nog iets anders heb. De eieren zitten er nu een week in. We hebben nog geen geschikte draagmoeder gevonden, dus we laten er nog even in. Maar om eventjes te checken hoeveel groei we hebben, gaan we toch even schouwen. Hier ligt ze, keurig. Kijk, dit is mooi. Die eieren zijn hartstikke dun. Dus je kan ze eigenlijk al zonder dat je door dat kijkertje kijkt bekijken. Je ziet hier eigenlijk al dat hele bloedvatstelsel zitten. Ja, de plek van het kuikentje is een beetje in het centrum waar die grote bloedvaten samenkomen. Dus deze ziet er mooi uit. Hier zitten, hier zo zitten, het embryootje.
Dus het zijn hele mooie lichte eieren, dat kan je goed zien. Dan zie je mooi ook een uitgebreid bloedvatstelsel. Het is door het hele ei rondom zie je die bloedvaten zitten. En dan in het midden, hier zo, zit dat embryootje. En het zwarte puntje, dat lijkt wel of het oog is. Het oog is heel groot. En dit is de laatste. Nou, die ziet er natuurlijk ook helemaal mooi uit. Ziet er een beetje zo. Zie je die cirkelvormige bloedvat. Het wordt steeds groter. En op die plek vindt dus zuurstof en koolstofdioxide uitwisseling plaats. Door de poriën in de eierschaal. Door de poriën in de eierschaal.